de achtergrond. Je hebt het gezien. Ik heb allerlei lagen opgebouwd. Ik ben begonnen met een laag designpapier. Gewoon uitgesneden, opgeplakt, randjes opgeschuurd om het precies pas te maken. En daar overheen heb ik wat distressing gedaan in walnutsteen. Vervolgens heb ik daar college medium vintage overheen gedaan in een fikse laag, waardoor je ook echt de streken van de kwast ziet. Gedroogd en toen ben ik aan de slag gegaan met hier en daar nog een randje opschuren, waardoor ik echt dat hele verouderde effect krijg. Daar heb ik wat pumice stone in gedaan. Niet heel veel, want je ziet ook nog wel het wit. Dat vind ik nou juist wel zo mooi. En toen heb ik college paper er overheen gedaan. Dat is mooi. Ja, het is geen tissue paper. Het is ook geen tissue-achtig papier. Pas werd me gevraagd of het heel erg lijkt op servetten. Nee, alles ver van. Je moet het in je handen hebben om te voelen wat het doet. En het leuke is, het is heel glad. Het is een soort transparant. Dus alle college medium trekt daar heel mooi in. En dan wordt het een geheel met je ondergrond. Je doet eerst college medium op je ondergrond. En vervolgens je papier. En dan weer college medium. En dan verdwijnt die in het geheel. Je kunt hem ook heel mooi scheuren door langs de rand waar je hem wil scheuren. Eerst een beetje nat te maken met een kwastje. En dan scheur je hem makkelijk los. En dan krijg je niet dat uitgeknipte stijve effect. Dan wordt hij lekker wat grover en wat meer vintage-achtig en ook wat minder strak. Krijg je hier bijvoorbeeld, ik weet niet of ik het altijd goed kan laten zien, van die mooie fluffy uiteinden. Nou, die lijm je dus vast. En toen dat allemaal vast zat, heb ik het even gedroogd. En vervolgens nog aan de randen en op meerdere plekken college medium crazing erop gesmeerd, met mijn vingers uitgesmeerd, zodat het niet zo, ja, dan krijg je een mooiere, gladdere laag als je met je vingers uitsmeert. En nu heb ik dus plekjes waar hier en daar wat mooie barstjes in zitten. Crazing is geen crackle medium. Crazing is een medium waar barstjes in komen, maar niet crackles. Dat is heel wat anders. Dus nu kan ik verder naar mijn volgende fase. Nou, ik liet het al zien. Er zitten van die mooie crackles in. Ik mag het geen crackles noemen, maar barsten in van de crazing. En ik ga nu met een walnutsteen distress crayon, ga ik over die barsten heen. En doordat ik dan mijn vinger een beetje nat maak met een babydoekje, wrijf ik het crayon echt in de barst. En als ik met die richting mee wrijf waarin ik mijn college medium heb aangebracht, krijg ik echt hele mooie barstjes gevuld met crayon. En ik wil het echt alleen maar in het barstje hebben. Dus alles wat erop komt te liggen, dat veeg ik zoveel mogelijk uit. En dan krijg je dus, en ik zal eens kijken of ik dat met de camera heel mooi kan laten zien, krijg je hele mooie gevulde barsten. Nou, dat ga ik rondom doen, want er zitten er best veel in. Dus dat is lekker even een poetsklus. Waarom doe ik het niet in het midden? Nou, ik heb een heel ander plan met het midden. Ik bouw natuurlijk altijd in 3D en het bloed kruipt natuurlijk waar het niet gaan kan. Ik wil hier ook in 3D op gaan bouwen. Ik ga een kastje maken op het midden en dat ga ik doen met aan de bovenkant een frame. Dit is een kant-en-klaar frame, ga ik wel bewerken natuurlijk, dat snap je. En ik heb, en je hebt hem misschien gezien op Instagram, ik heb een ondergrond gemaakt op een manier die ik niet ga laten zien hier, want de techniek om dit te doen is zo leuk en ook best wel uitgebreid en complex en er zijn veel dingetjes waar je op moet letten. Dat is nou iets wat ik lekker voor een big project ga bewaren. Ik heb ook een plankje gemaakt, want ik wil hier onderin een plankje neer kunnen zetten. Dat is op dezelfde manier bewerkt.
En ik wil dus een kastje bouwen. En dat ga ik doen door chipboard hier om me heen te zetten. En bovenaan natuurlijk ook. En onderaan ook. Dat valt natuurlijk duidelijk om. En dan ga ik er een kastje op bouwen. En dat hele kastje kan ik dan weer vullen met iets leuks. En daar ben ik al een poosje over aan het nadenken hoe en wat. En ik ben eruit. Het eerste wat ik ga doen is nu de binnenkant van mijn muurtjes, van mijn zijplankjes, zwart verven. Zodat deze straks in elkaar gezet kan worden en ik niet meer hoef te verven terwijl die mooie achtergrond erin zit. Want daar wil ik geen vlekken op maken. Nou, ik heb het met gesso gedaan en dat doe ik een beetje bewust, omdat gesso lekker dik is. Zeker deze, die is een beetje ouder al. Het potje is al een beetje zijn vocht kwijt. En daarom is de gesso eigenlijk bijna een soort texture paste aan het worden. Maar daardoor kan ik heel mooi een beetje ruw mijn plankjes beschilderen. En ik heb het ook echt in vegen gedaan. Ik heb het niet heel dun uitgesmeerd. Ik heb bewust gekozen om het een beetje slordig te doen. En dan krijg ik ook een beetje relief. Dus dan wordt het niet van die hele mooie, strakke, keurige plankjes. Ideaal. Oude gesso. Altijd een beetje bewaren. Natuurlijk kan je ook texture paste nemen voor dit grapje. Kijk, hier zat een klodder. Texture paste nemen voor dit grapje en dat zwart kleuren met een beetje re-inker. Is ook prima te doen. Alleen is dat lastiger. Hangt er vanaf hoeveel relief je wilt. Zo. Die nog even droog, want anders zit ik dadelijk met mijn vingers in mijn bouwwerk. Want ik ga je laten zien hoe ik dat doe. Want dat is toch wel een beetje mijn ding. Ik hou wel van bouwen. En daarna ga ik de buitenkant in de gesso zetten. Nou, hoe doe ik dat? Ik heb al dit opgemeten natuurlijk vooraf. Ik heb mijn plankjes passend gemaakt. En deze komen er tegenaan. En daarom heb ik dus die binnenkant geschilderd, zodat ik hier niet overheen ga tijdens het werken. Nou, hoe doe ik dit? Ik neem even een stripje. En als je nog nooit iets van me gezien hebt qua bouwwerk, heb je geen idee wat dit voor stripjes zijn. Dit zijn kraftstripjes. Die gebruik ik eigenlijk in al mijn projecten wel. Niet in deze tags altijd, maar wel in mijn gewone projecten. Die zijn gemaakt van kraftpapier en dubbelzijdig tape. Niks bijzonders dus. En ja, je kunt ze kopen. Hartstikke duur. Zelf maken is vele malen goedkoper. En hiermee kun je heel prachtig bouwen. En dat is wat ik heel graag doe. Ik hou van 3D. Ik hou van meer dan het platte vlak. Zo, dat is één. Ga ik aan deze kant ook inzetten. Even kijken. Oh, ik kan wel even eerst een zijkantje eraan zetten. Dan heb ik iets meer stevigheid. Een beetje lijm. Die zijn dus ietsje groter. Dat heb ik bewust gedaan. Want dan kan ik iets makkelijker een verbinding maken dadelijk op de hoek hier.
Kijk, en dit valt nu makkelijk nog om. Even kijken, deze is mooi lang. Maar als ik dit er achter plak, zo, dan zit zo'n hoekje vast. Dat is ook de reden dat ik natuurlijk niet de achterkant al geverfd heb. Want als ik hier ook gesso had gedaan, dan had je hier nu een nog een keer moet verven waar de strip zit. Ik ga deze helemaal in elkaar zetten. En dan de buitenkant in de gesso. Nou, mijn kastje is klaar. Ik heb ook een plankje. Ik weet nog helemaal niet of ik dat zo makkelijk vast kan zetten. Omdat het natuurlijk misschien wel heel voorzichtig een probleem gaat geven. Maar anders maak ik hier wat gaatjes in en zet ik er vanaf achteren gewoon een spijkertje doorheen. Want dit is natuurlijk niet een hele sterke verbinding. Eigenlijk zou er een soort richeltje onder moeten. Dus ik moet ze even in de hobbykamer gaan snuffelen of we nog ergens een mooi latje hebben wat er eigenlijk wel onder zou passen. Deze wil ik hier opmaken. Alleen wil ik hem eerst bewerken voordat ik hem hierop vastzet. Want als die vast zit, zit die vast. Maar ik wil ook straks de binnenkant en de buitenkant nog een beetje opruwen. Maar daarvoor moet de gesso heel goed droog zijn. Dus die leg ik even aan de kant. En dan ga ik eerst eens even kijken wat ik met deze kan. En het allereerste wat ik wil is schuren. En dat doe ik met mijn schuurspons. En als je de Library of Dreams hebt gekocht, dan heb je zo'n mooi sponsje. En anders moet je ze in de bouwmarkt gaan snuffelen. Ideaal, want het beweegt mee. Het is helemaal ideaal als je het voor plastic gebruikt. Plastic, metaal. Hij wil hier nog niet door de bovenlaag heen, maar dat wil mijn gewone vijl natuurlijk wel. En om nou te zien hoeveel ik weggevuild heb. Want dit is een gladde inktlaag of papierlaag. Ik weet niet precies wat ze gedaan hebben. Ja, het is papier volgens mij. Het is niet zozeer inkt. Maar die maakt natuurlijk wel dat je daar niks mee kan. Maar als je die een beetje open schuurt, kan je daar heel veel leuks mee. Een beetje in de hoeken. En dit frame komt uit een setje van 8 uit mijn hoofd. En ik weet ook dat er hele mooie nieuwe aan het uitkomen zijn. Ze zijn van Ideology en er komen nu nieuwe aan. Die hebben relief erin. Waardoor je dus weer met crayon dat heel mooi op kan vullen. Kijk, en als ik dit nu al een beetje open heb en ik wil voorzichtiger nog wat meer open, dan is mijn sponsje weer ideaal. Haal niet alles weg. Oude make-up kwast, ook nooit weggooien. Ook lekker om dit soort klussen mee te doen. Nou,
En waarom heb ik dat dus opengeschuurd? Nou, omdat je nu dus heel mooi... Ik denk dat het het mooiste is met vintage foto. Kijk, en dan pak de inkt alleen op de plekken waar ik het opengeschuurd heb. En op de plekken waar dat mooie bedrukking zit, veeg je het er zo weer af. Maar hierdoor verander je hem en hierdoor maak je hem qua kleur passend bij de ondergrond. En dat is wat ik wil. Dus ik ga hem nu eerst inkten. En dan ga ik even nadenken wat ik er nog op ga zetten. Want ik vind hem nog een beetje te simpel. Er moet nog iets mee gebeuren. Maar wat? Nog geen idee. Ik ga laten zien hoe ik de beestjes nou gemaakt heb, want ik heb het alleen snel laten zien en ik denk dat je wel een beetje de details wil weten. Ze zijn echt super mooi. Ze zijn echt helemaal glimmend en dat hoort wel een beetje bij insecten. En ik had geen rode metallic verf, maar ik vind zo mijn lieveerbeest ook wel leuk. Hij is een beetje vintage. Dus ik ga er nu nog één bij maken. Deze even aan de kant. Ik ken dat, ik was er net al één kwijt. En het eerste wat ik doe, is een velletje papier vastzetten. Ik ben inmiddels alles zo'n beetje kwijt. Waar is mijn tape? Nou, dan maar een nieuw rolletje tape. Eerst zet ik een stukje watercolorpaper, een beetje lekker stevig papier wat veel kan hebben, op mijn ondergrond en daar leg ik één beest op. En ik concentreer me dadelijk met wat ik maak op het lijf. En ik wil gewoon nu zien waar ben ik bezig en wat is het lijf. Dus ik doe er gewone distressing topping op paper. Het gaat helemaal niet om de kleur. Het gaat om een lichte tint. Dus het mag ook een andere hele lichte tint zijn. En net had ik het probleem dat ik mijn stempel was niet goed schoon aan de bovenkant. En dan laat die makkelijk los. Ook van de sheets waaraan je ze opbergt. En ik heb deze heel veel gebruikt bij Bugs & Bees. En daarna eigenlijk niet meer. Dus als je hem van je platform of van het vel waar je ze op bewaart makkelijk los vindt gaan, maak ze dan eens schoon met een beetje water aan de andere kant. Dat doet wonderen. Oké, zijn lijf ga ik schilderen met acrylic paint. Kwastje. En ik heb dus een aantal parelmoer kleuren. Ik heb er niet zoveel. En als ik dit nu zie. Dit is Finnebear acrylic. Als ik het nu zie, dan denk ik, oh, moet ik er nog 10 van hebben. Het kan puur uit potje vandaan. Het kan ook een beetje mengen met water. Maar ik wil eigenlijk dat het wel een beetje dikker is. Een beetje een laagje, want dan zie je er straks nog wat van. En ik hoef niet heel precies te zijn. Want ik stans mijn beestjes uit. Zo. En het enige wat ik nu niet moet doen. En dat had ik handiger op kunnen lossen. Want ik had hier nog een velletje onder kunnen maken. Om
op af te tekenen waar ik precies mijn beestje heb liggen. Het enige wat ik nu niet moet doen is het beestje drogen, de verf drogen op mijn ondergrond. Als ik dat doe, dan trekt deze krom. En als je het één keer doet per ongeluk is het niet zo erg, maar ik denk als je het vaker gaat doen, dan heb je een probleem. Dus wat doe ik nu? Ik tape hier nu een hoek af. En dan weet ik dadelijk dat ik hem zo in deze hoek neerleg weer. Ik kan hem ook hier bovenin doen in de hoek. Alleen vind ik met een dikke stempel in zo'n hoekje dat je platform een beetje anders stempelt. Ik werk graag in het midden, zeker bij de kleine. De grote heb ik er minder last van. De kleine heeft daar wat meer kuren naar. Maar je snapt al dat dit een lang stukje film wordt. Maar anders skip je maar een eentje. Zo. Nu is hij droog. En nu zet ik hem dus in deze hoek weer terug. En dan doe ik embossing inkt, clear embossing inkt. Ik gebruik distress embossing, maar het maakt niet uit. Je kunt ook Versa Markt, elke inkt waar poeder aan blijft plakken. Op mijn stempel. En nu druk ik hem af. En dan zie je er niet heel veel van. Ik leg er even een velletje tussen, want mijn stempel is niet schoon. Anders zit alles aan mijn platform. En nu heb ik super fijn zwart embosspoeder. Kijk, en nu zie je mijn beest. En dan neem ik een droog kwastje, een heel kleintje. Het handigste is als ik hem even neerleg, anders ga ik aan de bibber. En nu ga ik wat poeder weghalen. Niet alles, maar ik wil en ik doe dat stippend. Ik doe het niet in vegen. En nu pak ik eigenlijk gewoon hier in de bovenkant mijn poeder op. Dus ik moet het er ook weer uitvegen. En er blijven nu wat spikkeltjes over. Als je dat echt weg wil hebben, dan kan. Moet je met je kwastje nog een keer een beetje vegen zo. Hoe meer geduld je hebt hierin, hoe mooier het wordt. Ik ga iets nog aan de randjes weghalen, anders heeft hij echt zo'n rand. En nu ga ik hem verwarmen. Alles zit hier inmiddels heerlijk onder de embosspoeder. Die gaan we smelten. En als je hem een beetje schuin houdt, of je kijkt er van de zijkant tegenaan, dan zie je vaak mooier dat je poeder smelt. En dan zie je ook dat je overal bent geweest met je heat tool, dat alles gesmolten is op het moment dat het echt glimt. En dat zie je mooier als je er een beetje schuin tegenaan kijkt. Zo. En nu ga ik stansen. En daar neem ik jullie uiteraard ook mee naartoe. Natuurlijk kun je dit ook knippen, hè? Als je de stans niet hebt, dan is het geen probleem. Dan knip je dit. Een stukje tape bij de hand. Het gaat om zijn lijf. Het gaat niet zozeer om zijn poten. Als ik er daar ietsje naast zou zitten, zou ik nog geen probleem hebben. En ik plak het vast. Want het gaat veel te makkelijk. Gaat het een kant op.
Even een plaatje erop. En ja, ik doe dat lekker met een oud klein plaatje. Vind ik altijd heel makkelijk. Dit is altijd even wiebelen. Dat is waarom je dit geen 100 keer doet. Waarom je 6 beesten maakt en niet 60. Prikpen. Dit moet er eigenlijk wel goed af. Ook op die plekjes waar nog een beetje nu zit, want dat zijn wel de plekken waar anders later je stans lekker onregelmatig gaat werken. Kijk, en nu heb ik mijn beest, maar hij kan nog mooier worden en dat ga ik laten zien hoe ik dat doe. Nou, ik zei al, de poten doen iets minder ertoe dan het lijf. Het lijf is nu goed, maar de poten hebben ook witte randjes. En nu pak ik mijn beestje en nu druk ik zijn poten in de embossing inkt. Dan heb ik al mijn velletje weer opgeruimd. En nu strooi ik niet over zijn lijf. Ik strooi alleen over zijn poten. En strooi ik per ongeluk toch over zijn lijf, dan haal ik dat weg. En doordat ik daar met mijn vinger op gedrukt heb, zit er ook een beetje aan de zijkanten. Eigenlijk moet je hem nu omdraaien, dan knoei je minder op dat lijf. Kijk, en nu ga ik even op de plekken waar ik weet van oké, hier wil ik echt niet dat er wat bij komt. Veeg ik nog even weg. Aan de kant. Die dicht, voordat die nietel aangaat. En dan leg ik een velletje papier wat er niet toe doet, eronder. Want restjes en bospoeder op je craftsheet word je niet heel gelukkig van. Het gaat er wel af, maar het is niet de leukste klus. En nu heat ik hem nog een keer. Even heel goed in de gaten houden. Kijk. En nu is dat poeder echt over zijn pootjes heen gesmolten. Heel even af laten koelen. Ik kan hem al wel optillen. En ik hoop dat de camera dat pakt. En nu heb ik een heel mooi beestje om in een flesje te gaan stoppen. Nou, ik weet nu al dat ik vragen ga krijgen. Hoe heb je dat kurkje in dat flesje gekregen? Dat doe ik door dat kurkje aan mijn prikpen te prikken, maar niet heel vast, heel lichtjes. Hij zou er voor je gevoel bijna af kunnen vallen. Dan neem ik Glossy Accents. En dan doe ik onder op de kurk Glossy. En dan gaat hij erin. Dan kun je mooi sturen waar je hem hebben wil. En ik wil hem gewoon in het midden. Want ik wil later dus hier een beestje wat al vast zit aan een naald. Wil ik hier in kunnen prikken. Maar die prikpen die moet nu weer los. En als ik hem nu loshaal, snap je al dat dat kurkje weer meekomt. En dit is een vrij zware prikpen. Dus ik hou hem een beetje in de gaten. Dit laat ik zo drogen. Hier staat er nog één. En als het droog is, dan trek ik mijn prikpen los. En dan heb ik de basis om een beest erin te prikken.
Nou, hoe heb ik dat voor elkaar gekregen dat ik dit beestje in dit flesje heb? Op een speldje. Ten eerste ga ik je vertellen dat het flesje alleen maar vanaf de voorkant zichtbaar wordt. Dus dat de achterkant een rommeltje is, met een tapeje enzovoort enzovoort, is niet van belang. Dat is één. Dus daar kun je mee moddelen wat je wil. Hier heb ik het volgende beest. Ik heb natuurlijk het kurkje erin gelijmd. Ik heb er met rubbons op gewerkt. En hier is het volgende beest. En het beest is al een beetje in elkaar gebogen, want anders kan hij nooit daardoor heen. En ja, het blijft een gok. Misschien zie je dadelijk dat er een poot afbreekt. Maar dan pak ik een ander beestje en probeer ik het nog een keer. Want de aanhouder wint. Ik heb die andere slotverrekening ook op zijn plek gekregen. De kunst is dat je kunt rommelen ermee. Dat je daar niet bang voor bent. En wat ook helpt, is dus alles vooraf een beetje naar binnen vouwen. En dan zet ik mijn pincet precies met de punt boven het kopje van het speldje waar ik hem opgelijmd heb. Want dan kan ik namelijk duwen. Als ik daarnaast zit, dan schiet ik ertussen met de pincet. Waar je voor op moet passen is dat je hier geen tape hebt zitten. Want dan krijg je straks je pincet niet meer terug. Ik doe op de punt van de speld een druppel glossy. Kan ook met andere lijm. Als er tenminste glossy uit wil komen, dan... Ja. Grote kans dat ik daar ergens mee raak onderweg, hoor. Dus... Maar als het er niet op zit, weet je zeker dat er niks lukt. Hij moet straks eigenlijk zo erin komen met de voorkant met de rubbel, maar dat zien we dan wel. Poten gaan erin. Voorpoten. En deze is groter dan die ander, dus deze is wat lastiger. En daar gaat hij. En nu moet ik heel goed kijken waar mijn speld is, dat ik in het midden van die kurk uitkom. En dan druk ik hem erin. Daar zit hij. Hij zit een beetje achterover, dus ik wil hem wat meer naar voren hebben. Het is een kwestie van een beetje morrelen. En nu zitten de poten nog een beetje bij elkaar, dus dan pak ik mijn pincet, of mijn prikpen, buig ik zijn pootjes een beetje weg. En ik vind hem zo eigenlijk wel prima, want hoe meer ik eraan rommel, hoe meer kans ik heb dat hij zit op een manier zoals ik hem niet wil hebben. Nou, dan heb ik een mini trechter gemaakt van een papiertje. En dan giet ik er beads in, totdat mijn kurkje niet meer te zien is. Ze zijn statisch, dus ze hangen aan het potje. En nu ligt alles onder. En daar zit hij. Ik kan hem niet helemaal schuin houden. Dus nu lijm ik er een kurkje op. Ik draai er een touwtje omheen. Enzovoort. En dan is hij klaar. Ik kan alle flesjes en alle losse embellishments die ik erbij gemaakt heb, eindelijk aan mijn tag gaan maken. Dat heeft even geduurd, want het was ontzettend veel werk om die mooie flesjes te maken. Ik heb er 7 nu. Eentje heeft geen beestje. Dit is een klein flesje, daar past bijna geen beestjes in. Dus die gaat alleen als flesje erin, volledig met korreltjes. Hier hebben we de vlieg. En hier is de bij. Nou, en dan een aantal van die grote toren. De mier. Het lieveheersbeestje natuurlijk, hè. En dan
heb ik er één. Die heb ik gewoon in een kurkje geprikt. Dus ik kan alles vast gaan zetten op mijn gemakkie. Maar eerst ga ik het bordje, de sleutels en al die dingen op hun plek zetten. En dan pas komt dit erin. Ik ga wel alles rechtop erin zetten. In de zin van mijn tag moet rechtop staan. Daar heb ik al wat op bedacht. Dus het komt helemaal in orde. Nou, hij staat. De sleutelbos hangt. Kijk maar. Die hangt aan een hitch fastener. En die zit gewoon echt geschroefd door en door. Hier zit mooi mijn bordje op. Mijn storage stick. En daaronder heb ik een label holder. En ja, rechtsonderin zit geen bret. Ik had eigenlijk een bret kort gekleurd. Want ik heb ze allemaal geverfd met een beetje distress paint en toen geschuurd. En ik had er eigenlijk één tekort. Maar daar komt toch een flesje. Toen dacht ik, nou, ik smokkel. Daar komt er gewoon geen één. En dan kan die ene naar boven aan mijn story stick. Dus nu kan ik flesjes erin gaan plakken en plaatsen. En dat doe ik op twee manieren. Althans, ik zet hem op twee manieren vast. Ik zet hem vast met glue dots, maar ook met glossy accents. Nou, dat is hem dan. Van boven naar onder. Mijn Entomology etc. tag. Hier zitten drie beestjes op de plank. Plankje heb ik trouwens gewoon van achter naar voren met spijkertjes vastgezet. Gewoon getimmerd. En hier zitten er ook weer drie. De lijst is opgeschuurd. Ik heb met transparante texture paste gewerkt op de lijst. En hier staan mijn lieve heersbeest en het laatste beest. Sleutelbosje erbij. En daar ga ik het mee doen. En wil je mijn lijf bewonderen? Hij gaat mee naar Art Specially. Daar staat hij op de stand. Dus dan kun je alles zien. Wie weet zie ik je daar terug.